Alle mensen die werken in de zorg, of dat nou in het ziekenhuis, of in de thuiszorg, of in het verpleeghuis is, moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig doen. En dat betekent dat we te zorgen hebben voor voldoende beschermingsmiddelen. En dat de middelen die er zijn goed verdeeld worden over het land. En daar werken we met man en macht aan, hoe ingewikkeld dat ook is. Veilig werken betekent ook dat we de mensen in de zorg moeten kunnen testen als daar aanleiding voor is. Voor hun eigen geruststelling en die van hun families. Maar ook ter bescherming van de kwetsbare mensen met wie zij vaak werken. En daarom starten we vanaf aanstaande maandag, 6 april, ook met het testen van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Die medewerkers in de thuiszorg of in de verpleeghuiszorg die, als zij klachten hebben, die lijken te horen bij het coronavirus en in hun werk te maken krijgen met kwetsbare personen, die mensen moeten ook getest kunnen worden. En daarvoor hebben we dus meer tests nodig. Door meer labs te gebruiken, door langere dagen te maken, door nieuwe apparatuur in te zetten en met hulp van bloedbank sanguine en een paar laboratoria buiten de ziekenhuizen kunnen we binnen enkele weken meer dan 4 keer zoveel tests per dag uitvoeren.